Ik ben Paul Waard, ik ben praktijkdocent Social Media Management voor de eerstejaarsstudenten aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. En daarnaast dus ook als coach Digital Business, waar ik eigenlijk als sparringpartner optreed voor kandidaten die het postgraduaat doorlopen. Ik ben betrokken als coach bij het postgraduaat. Coaches staan ten dienste van de kandidaten of van de cursisten die het postgraduaat doorlopen. En zij hebben die een aantal uur ter beschikking waarbij ze kunnen afspreken met die coaches om door hun eindproduct te lopen of met hun even te sparren of af te stemmen van wat ze kunnen ondernemen, welke richting ze kunnen uitkijken enzovoort. Het belangrijkste dat ik wil bijbrengen aan de cursisten is dat ze moeten opletten dat de basics in orde zijn bij hun project. Dat wil zeggen, merkwaarde definiëren, uw missie en visie uitschrijven en zorgen dat die op een duidelijke manier verwoord wordt, zodat je die makkelijk kan overbrengen aan je publiek, aan je klanten of aan mensen die betrokken zijn in je project. Dat vind ik een van de basics en is gezond boerenverstand voor mij. Ik vind het erg aangenaam wanneer ik net die kleine nudge kan geven aan een project of aan een cursist die geblokkeerd zit op een idee of niet goed de uitweg uit een probleem ziet. Als ik hem daarbij of zij daarbij kan helpen en een andere richting aan te wijzen of even de ideeën verfrissen of een andere inkijk te geven, dan geeft me dat echt ontzettend plezier. Zeker als je merkt dat daarna de bal aan het rollen gaat en de cursist eigenlijk aan de hand van alle info die hij uit de sprekers-experts haalt om zo voort zijn eindopdracht te finaliseren. Binnen elk digitaal marketingproject is het van essentieel belang dat de basics juist zitten. Dus ik stress er steeds op dat wanneer je een project begint, dat je zelf overtuigd moet zijn van je eigen missie, je visie, je kernwaarden. Als die niet gedefinieerd zijn, is het volgens mij onmogelijk om daar content te gaan aanhaken of zelfs partnerships mee aan te gaan. Dus de basics moeten juist zitten. Dat is een gezond boerenverstand, denk ik. Maar toch zie ik vaak dat door de complexiteit van of door het aanbod van nieuwe apps en kanalen dat die stap wordt overgeslagen. En uiteindelijk, op een bepaald moment, komt men tot de vaststelling dat er terug moet gegaan worden en die zaken moeten vastgelegd worden met daar rond een strategie. Het postgraduaat is interessant voor verschillende publieken, denk ik. Zowel voor de starter die net zijn carrière begint en experts aan het woord wil horen en zijn skills wil fine-tunen. Als ook voor de doorwinterde marketeer die wil dubbelchecken dat hij nog mee is met alles wat er momenteel vernieuwend aan de gang is binnen digital marketing. Dus ik denk dat daar een breed spectrum aan kandidaten hier hun gading in gaan vinden.